Arie Schrieders werd tijdens het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Vessem flink in de bloemetjes gezet. Daarbovenop kwam nog een verrassing. Aan het bestuur, de leden en oud-leden van voetbalclub Vessem. Met een 75-felicitatie, met een 75-jarig jubileum. Een dorp is pas een dorp als er een voetbalclub en een fanfare over harmonie is. En in Vessem geldt ook nog een beetje als er een gilde is. En met gelegenheid als deze is er om sommige mensen op een speciale manier in het zonnetje te zetten. En dat is ook de reden dat ik vandaag hier naartoe gekomen ben. Want een van die mensen is Arie Schrieders. En die zou ik hier heel graag even naar voren. Arie, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Eerst de Vessemnaar van het jaar, nou een koninklijke onderscheiding. Ja. En van de KNVB. Waar is de volgorde? VV Vessem, koninklijke onderscheiding of Ajax? Vanavond in ieder geval Vessem. En ja, als Ajax moet voetballen, ja, dan is het, is, dan blijft het toch Ajax. Maar dit is natuurlijk wel heel mooi. Een heel mooi gebaar. En het is toch een, ja, een mooie erkenning voor hetgeen geduurd voor de vereniging. Dus heel mooi en totaal onverwacht.
Dus, geweldig. Ja, heel mooi. Ja, echt heel mooi. Bedankt. Echt heel mooi. Ja, graag gedaan. Kom op, hè. Ja.